Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij Doe Het Zelf Ideen en opnieuw welkom bij een nieuwe super schattige patroonuitleg. Deze keer een beetje granny style gemengd met een ajour patroon. We hebben natuurlijk de stokjes in pakketjes van 3 erbij. We hebben hier prachtige grote openingen. Ik heb het geheel weer gehaakt met het mooie verloopgaren. Dat stel ik je natuurlijk zo meteen nog even nauwkeuriger voor. Met de 6 mm naald is het super eenvoudig, echt een heel mooi en eenvoudig zomerspatroon. Hoe het precies gaat, laat ik je nu zien. Heel veel plezier erbij. Dus, lieve mensen, ik laat jullie dit schattige patroon zien met het Riverton garen. Dit heb ik een paar weken geleden bij Action gekocht. 60% acryl, 40% polyester, 150 gram op 240 meter, eigenlijk voor 4,5 mm naalden. Ik haak het graag een beetje groter met mijn 6 mm naald en daarmee gaan we nu ook echt beginnen. We hebben hier zo'n verloopgaren, een regenboogverloop, maar dan zonder geel. We hebben hier een overgang van groen naar oranje en ik ben nu bij deze paarse tint. Het geheel is steeds omwikkeld met wit. Dus ik begin met een veelvoud van 5 voor mijn basis. Dat zullen bij mij 15 steken zijn. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien. Dan neem ik nog 4 extra steken voor de rand erbij. Eén, twee, drie, vier. Dus je kunt het geheel verlengen of verkorten, altijd met een veelvoud van 5, maar de 4 steken voor de rand komen er altijd extra bij. Dan sla ik de eerste 5 steken over, 3 voor de hoogte, 2 voor de afstand, en begin dan met het haken van stokjes. Daarvoor steek ik in, neem eerst een omslag door 2 en nog een keer door 2. Het geheel nog een keer. In totaal haak ik nu in 1 steek 3 stokjes. Die heb ik nu gehaakt. 3 stokjes zijn hier. Dan neem ik eerst een beetje garen. Je ziet, de draad wordt al duidelijk donkerder. Dus er zit een heel mooi kleurverloop in. Dan neem ik 2 losse en haak een ander stokje hier beneden in dezelfde insteekplaats. Dan sla ik in totaal 4 steken beneden over. 1, 2, 3, 4... En dan zie ik ook waarom ik een 5 structuur heb. Er wordt altijd in elke 5e steek gehaakt. En haak weer precies wat ik net ook heb gehaakt. 3 stokjes, 2 losse en een ander stokje. Dus een 3-2-1 structuur. En dan sla ik weer 4 losse over. Je kunt het ook makkelijk onthouden. 4 overslaan en dan wordt het weer gehaakt. 3 stokjes, 2 losse en een stokje. Dan sla ik weer 4 losse over en in de volgende steek haak ik weer 3 stokjes. 2 losse en een ander stokje. Dan heb ik nog 3 steken over. 2 daarvan sla ik over en in de laatste haak ik nog een stokje. En dat heb ik dan op de basis van 15 steken gehaakt. Steeds 3 stokjes, 2 losse, 1 stokje, 4 losse overslaan en het geheel herhalen. Hier buiten dus in totaal 5 steken overslaan. 3 voor de hoogte, 2 voor de afstand en hetzelfde aan de andere kant. Hier ook 2 voor de afstand, 1 stokje, dan komt over 1 met 3 losse voor de hoogte. En dan gaat het verder met de volgende rij. Ik begin met 3 losse. 1, 2, 3. Het geheel 1 keer draaien en nu haak ik steeds om deze 2 losse heen die ik heb gelaten. Super simpel en haak daar precies wat ik net steeds in een losse heb gehaakt. 3 stokjes, 2 losse en een ander stokje. De 2 losse zijn natuurlijk altijd al de afstand of ruimte die ik dan laat om in de volgende rij eromheen te haken. Dus dat heb ik nu hier gehaakt. Je ziet, het is dan steeds versprongen. Hier ligt het pakketje, hier het enkele stokje en hier dan precies steeds gespiegeld.
Hier het pakketje, deze keer aan de rechterkant en hier links dan het stokje. Dat wisselt per reis steeds, als je het werk steeds draait. Hier gaat het dan verder. Stokje, stokje, derde stokje, 1, 2 lossen en een enkel stokje. Hier gaat het dan verder. Stokje, 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 lossen, lossen en een ander stokje. Hier weer 1, 2, 3 insteekplaatsen voor de volgende rij. Je ziet nu ook echt al heel mooi het kleurverloop. Er komt nu nog een ander stokje voor de rand, hier om de losse ketting heen. En ik ben dan ook met deze rij klaar. Ik laat je de volgende rij ook nog een keer zien. Daarvoor begin ik weer met 3 lossen, neem wat garen en haak dan weer om de 2 lossen heen. En ik begin met 3 stokjes, dan 2 lossen en een ander stokje. En hier dan weer. Stokje, 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 lossen, lossen en een ander stokje. Zie je, hier heb ik nu weer precies aan de kant zoals ik het in de eerste rij had. En verder gaat het. Stokje, 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 lossen, lossen en nog een ander stokje. Dan komt hier nog een rand, het randstokje om de losse ketting heen. En ik ben ook met deze rij klaar. Je ziet nu echt een heel mooi ajourpatroon, heel regelmatig. We hebben hier steeds deze wissel en toch helemaal niet saai. De kleuren komen hier ook weer mooi tot hun recht. Ik vind het altijd heel mooi als het zich op zo'n beetje door de rijen heen trekt met de kleurovergangen. Ik ga nu nog een beetje verder haken en geef jullie dan zo meteen een update hoe het eruit ziet. En ik zou zeggen met nog 3, 4 rijen erbij. En hier heb ik nu een update voor jullie. Je ziet hoe het geheel zich echt heel mooi gelijkmatig ontwikkelt. Je hebt hier steeds die kleine afwisseling. Het slingert zich hier omhoog, waar de pakketjes van 3 liggen, waar het enkele stokje ligt. Je hebt die mooie openingen. Het geheel is lekker luchtig en licht. En ik hoop natuurlijk dat jullie de instructies weer leuk vonden en dat het plezier heeft gebracht. Echt een mooie zomerinstructie, een mooi ajourpatroon. Als je het leuk vond en plezier aan hebt gehad, dan laat een duim omhoog, abonneer je, deel met je vrienden en tot de volgende keer weer bij Do It Selfie Day. Doei!